Ik ga een visburger maken met tartaarsaus en vandaag heb ik gekozen om een zalmburger te maken. Ik ga starten met brood te weken in melk. Ik heb hier de korstjes al afgesneden. Dus 4 sneden brood in 1 deciliter melk. Terwijl het brood weekt, ga ik een shallotje fijn snijden en aanstoven in wat olijfolie. Ik heb de zalm al voorgestoomd. Ongeveer 5 minuutjes. Is de zalm iets dikker, dan neem je 10 minuten. Dus dat dit toch een klein beetje haar is. Dus olijfolie in de pan. Ik ga hier straks ook mijn zalmburgers inbakken. Zo hoef ik maar 1 potvuil te maken. Kort aanstoven. Terwijl het shallotje aan het stoven is, ga ik ondertussen dille fijn snijden. Ongeveer 2 eetlepels. Takje of 3, 4 is dat. Dus ik ga de shallotjes nu in een kom doen. Om te mengen met de gestoomde zalm, de dille, het brood en een eitje. Dus de dille, ons uitgeknepen brood. En een losgeklopt eitje. Kruiden met peper en zout. En nu alles goed mengen. Dus zoals je ziet is de zalm half gaar en het eitje zorgt voor de binding. Dit ga ik nu in een vormpje doen en 2 laten opstijven in de diepvries. Waarom in de diepvries? Dan kan je de zalmburger gemakkelijker in stukjes snijden om straks te paneren en af te bakken. Dus mooi glad strijken, zodat we straks mooie burgers kunnen vormen. Voilà, dit mag 2 uur in de diepvries. Ik ga nu de tartaarsaus maken. Dus ik start met mayonaise. Ik voeg daar zure room aan toe. Ik ga een shallotje fijn snijden. Ook een paar augurkjes op azijn. Dus in kleine stukjes snijden. Geeft zo'n lekker zuurtje en een krokant toets aan de tartaarsaus. Ook de kappertjes ga ik fijn snijden. Ook een frisse, zure toets daaraan. En als laatste nog een beetje mosterd. Ik heb gekozen voor Dijon-mosterd. Is iets pittiger. En alles mengen. En nu om de tartaar nog lekkerder te maken, een beetje kruiden. Peterselie en bieslook. En nu nogmaals mengen. Onze tartaar is klaar. Die ga ik nu nog eventjes in de koelkast plaatsen. Ik ga de broodjes opwarmen in de oven op 180 graden. Zo, dit heeft nu 2 uur in de diepvries gezeten. Dus dit gaat heel gemakkelijk zijn om in stukken te snijden. Dus ik ga nu eerst de burger een beetje bloem wentelen. In het losgeklopte ei. En nu in het paneermeel. Dit ga ik herhalen met de andere burgers. De broodjes zijn goed warm. Ik ga nu ondertussen de burgers bakken. Ik gebruik daarvoor arachideolie. Arachideolie kan je hoger verwarmen dan olijfolie.
De burgers zijn gebakken. Ik ga het vuur afzetten en ondertussen het broodje opensnijden. Ik ga een beetje tartaarsaus op het broodje uitsmeren. Daar komt de warme burger op. Een takje dille. En ik leg daar nog een partje citroen bij. Voilà, laat het u smaken.